U bent hier voor de G8 van grote denkers. Wij zijn al een jaar verder, bij de G8 van volgend jaar. En daarbij willen we u heel graag betrekken. We willen dat u meedenkt over het thema van volgend jaar. En daarvoor willen we een G800 starten. Ik zal een paar suggesties doen om u de denkrichting aan te geven. Wat bijvoorbeeld heel mooi zou zijn, als we een aantal mensen zouden kunnen uitnodigen die heel goed zijn in het denken over Nederland. Echte Nederlanddenkers zijn buitenlanders vaak. Buitenlanders als de Amerikaan Russell Shorto, die geschreven heeft over hoe Amsterdam de meest vrijzinnige stad ter wereld kon worden. En Jonathan Israel, die geschreven heeft over hoe Amsterdam het centrum van de wereldhandel kon worden. Nou zijn we dat niet meer, maar dat vrijdenken dat zit er nog behoorlijk in. En hoe zouden we dat kunnen handhaven de komende 500 jaar? Hoe zou Amsterdam knooppunt van kennis en tolerantie kunnen zijn en blijven? Prachtig onderwerp. We kunnen ook iets dichter bij de thematiek van deze avond blijven. De big data. Zijn die informatiemiddelen, die computers, zijn die er nou voor ons? Of beginnen ze steeds meer het leven, de macht van ons over te nemen? Daar is het fantastische angstvisioen The Circle over geschreven van Dave Eggers, Amerikaan. Iedereen lijkt er naar te verlangen, maar niemand gelooft er nog in. Karl Marx heeft het over het kapitaal, maar vervang eens voor de grap het woord kapitaal door informatie in dit boek. En vervang het woord productiemiddelen door datastromen. De rillingen lopen over je rug. Het boek is bijna 200 jaar oud, maar nog ongelooflijk actueel. Kunnen we het over hebben? Iets abstracter, maar ook van enorm belang deze tijd, is het onderwerp democratie. En daar heeft de Belg David van Rijbroek een heel interessant boek over geschreven. Tegen verkiezingen heet het. En dat gaat over de mens die steeds meer loopt te klagen. Loopt te zeuren langs de zijlijn. En zelf geen verantwoordelijkheid neemt. Nou, dat is ook typisch iets waar we het heel graag over willen hebben komend jaar. Dit zijn maar wat ideetjes, wat suggesties van mijn kant. Veel en veel belangrijker is uw betrokkenheid. Dat u meedoet. Dat u naar onze website gaat en meedoet aan de G800. Waar het denken ten dienste van het doen helemaal bovenaan staat.